9, 8, 7, 6, 5. Zaterdag 13 februari was bij boerderij Hoekelum de start en finish van de februariloop. De afstanden varieerden van 2 kilometer tot 21,1 kilometer. Het is al de 42e editie van de februariloop. En wij organiseren het kennelijk goed. En we hebben natuurlijk hier bij de boerderij Hoekelum een fantastische startlocatie. Met alle voorzieningen die je maar wilt. Dus je kunt niet beter krijgen. En daar komen de mensen op af. Tweede, we maken altijd een heel mooi parcours. Een parcours wat uitdagend is. En daar komen de mensen op af. En ze komen uit het hele land. Naast veel wedstrijden voor volwassenen was er ook een kidsrun van 900 meter. De heidehoogheden gaven het startschot voor de kidsrun. Ik vind het een heel goed initiatief. De kinderen zijn hier hard aan het rennen om Hoekelum heen. En het is ook een mooie locatie. En bevordert ook hun gezondheid en op de wegen. En op een leuke manier leren ze toch dat bewegen goed voor je is. En ik vind het een heel goed initiatief. Nou, als CBFB willen we bewegen graag bevorderen. En dat begint natuurlijk bij kinderen. Dus daarom met deze kidsrun, kinderen lekker buiten, muziekje erbij, gezelligheid, dat bewegen leuk is en gezond. En de hoeveelste was je? Eerste. Nou, voor echt allemaal was ik derde en voor de jongens was ik eerste. Waarom heb je meegedaan? Omdat ik het een leuke wedstrijd vind en eigenlijk alle wedstrijden zijn wel leuk om mee te doen. Heb je ook een grote trofeeënkast thuis? Waar allemaal medailles hangen. Daar, dat heb ik. En op de vensterbank, daar liggen al mijn bekers. Heeft u ook medische ondersteuning georganiseerd? Er zijn elk jaar is de afdeling Rode Kruis en afdeling Ede van het Rode Kruis die hier aanwezig zijn. En die zijn nu met een bike team, zoals het heet, die rijden met mountainbikes over het parcours. 2 jaar geleden 10 kilometer hier gewonnen, dus ik hoop daar ook een recordje te proberen neer te zetten. Maar. En wat is de streeftijd voor de 5 kilometer? Rond de 17 minuten. Het parcours is hard, dus ik kan wel wat tempo maken, hoop ik. De bult af zo hard mogelijk en dan kijken of het rond de 17 minuten voor elkaar krijg. Joep Emmen legde de 5 kilometer af in 17 minuten en 32 seconden en werd daarmee tweede. De organisatie van de februariloop geeft een deel van de opbrengst weg. Nou, we hebben 2 goede doelen. De loopwedstrijden, daar zamelen we geld in voor de Kidsdag Hoekelum. De toerfietstochten, daar zamelen we geld in voor de manege zonder drempels. Volgend jaar weer? Ja, zeker. Ja, leuk.